De riskorganisatie van ING wil ervoor zorgen dat ING haar risico's zo klein mogelijk houdt. En dat zijn risico's die te maken hebben met financiën en risico's die te maken hebben met non-financial risk, zoals bijvoorbeeld je reputatie. Ik heb het idee dat er alles mogelijk is bij ING. Daar kun je wel echt alle kanten op. Als je het zelf, initieert, kan je alle kanten op. Ik heb een hele andere baan als dat jij hebt. Ja, dat klopt. Ja. Mijn baan is ook heel anders dan jouw baan. Ja. Terwijl wij alle drie heel goed begrijpen dat we een riskfunctie vervullen. Ja. Maar voor de buitenwereld is dat wel eens lastig. Ik heb echt het idee dat je bij risk voor klanten werkt. Want ze lijken wel op afstand te zijn, maar het raakt klanten. Het gaat erom of mensen een lening kunnen krijgen. Maar het gaat er ook om dat je voorkomt dat mensen in de problemen komen met een lening. Dus dat is heel relevant en dat voel je. Ik ben heel betrokken bij een klant. Ja, zeker dat is iets wat mijn taak ook is binnen onze afdeling. Want wij hebben het echt over klanten die in de problemen zijn geraakt. En daar moet een oplossing voor gezocht worden. Het leuke aan het werken bij Risk is dat je voor de bank hele relevante onderwerpen behandelt. En daarnaast hebben we nog een hele leuke groep collega's met wie we dat samen doen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de tribes, als in de salesorganisatie. Als medewerker binnen Risk ben je wel echt betrokken bij ontwikkeling in de maatschappij. Dus alles wat in de maatschappij leeft, probeert ING heel innovatief op in te spelen. En zou je dus als riskpartij eigenlijk nog meer op in moeten spelen dan de business zelf. Ik denk dat wij zeer zeker heel maatschappelijk betrokken zijn. Hè. Wij werken aan allerlei dossiers die de banken worden op dit moment heel erg uitgelicht in de maatschappij. Dus als je vanuit een risico-oogpunt kijkt, natuurlijk heel erg van ja, wat vindt de maatschappij hier nou van? En zo proberen wij ook te denken. ING is denk ik de laatste jaren een heel innovatief bedrijf geworden. En dat is denk ik het leuke. Want het was altijd dat er heel veel plannen waren. Maar de laatste jaren zien we echt dat we die plannen handjes en voetjes geven. En ja, je ziet het denk ik op heel veel fronten terug. Wij willen dezelfde kant op als de business, zeg maar. Het is niet, wij staan niet haaks op wat zij willen. Wij willen juist hetzelfde. En dat wat wij willen, dat moet je alleen even helder maken dat zij dat ook willen. Want niemand wil een app maken die over een maand onveilig blijkt. En daardoor in één keer het hele imago van ING onderuit haalt. Dus ik werk op dagelijkse basis samen met de business. Doordat we kredietaanvragen voorbespreken of contact hebben over ingediende aanvragen. De competentie die echt noodzakelijk is om bij Risk te kunnen werken is samenwerken. Binnen Risk is de competentie analytisch vermogen van groot belang. Ik denk ook dat je goed moet kunnen luisteren als je bij Risk werkt. En dat je alert moet zijn op, zit hier nou een riskaspect aan? Is er overal goed aan gedacht? Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten binnen de bank? ja. Uitsmijter donderdag. Je favoriete artiest? Norah Jones, absoluut. Heb je wel eens gedate met een collega, Frits? Nee, dat kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik heb nog nooit gedate met een collega. Je hebt de bankierseten afgelegd, hè? Ja? Ik heb nog nooit gedate met een collega. Mooi. Ik hou me even afzijdig.